Hallo mensen! Welkom bij hier een nieuwe video hier op Elmies. Ja, hier op Elmies. Ja, vandaag gaan wij de top 5 beste verstopplekken in Brookhaven laten zien. Nou ja, verstopplekken geheimen. Ik zie jullie zo na de intro. Deze vind ik eigenlijk. Ja, dit is wel nummer 5. Maar bijzonder vind ik hem nou eigenlijk ook weer niet. Maar ja. Als je dit weet, dan weet je het ook wel. Want ja, dit geheim is namelijk bij het ziekenhuis. Dit geheim is eigenlijk wel bekend. Als je dit geheim gewoon niet weet, ja, dan ben ik het ook meer. Nee, dit geheim is mijn nummer 5. En waarom? Nou, kijk. Let op. Als je hier heb je een geel paaltje staan. Daar spring je op. Hoppakee. Kan je hier gewoon door het glas gaan? Tadaa. Nou, wauw. Wat eng. Nou, dat is mijn nummer 5. De nummer 4, daar gaan we voor naar de bank. Ja, en wat gaan we daar doen bij de bank? Daar weet ik veel. Ja, het is eigenlijk heel saai om naar te kijken, maar goed. Hier hebben we broek even span. Hé, hey, we gaan even lekker schommelen. is ook wel even leuk om te doen. Wow. wow. Oké, okay, nee, we moeten top 5, uh, 5 geheimen in broek even doen. We gaan nu naar nummer 4. Kijk. Natuurlijk, in huizen zitten ook geheimen. Dat weet ik ook. Maar nou gewoon even in de stad zelf. Nou, in de bank. Wow, we zijn in de bank. We pakken even een pasje. Kijk naar het pasje. We pakken het pasje. En we gaan de trap op. Nou, we lopen tegen de deur. Normaal zou ik met de bank gaan overvallen. Maar dat doe ik dit keer niet. Nee, ik parcours gezellig hierin. En dan heb je hier gewoon een uitgang. En ik kan nog zelfs kiezen. Nou, ik neem meestal hier de, deze gang. En dan kom je uit in het zwembad. Wow. Dit is toch wel echt een heel vet geheim vind ik. Uh, deze moest je eigenlijk ook wel geweten hebben. Mijn nummer drie. Ja, nou wordt het serieus werk. Want deze is gewoon echt, uh, echt nou pakken de rolstoel bij. Vind ik het meest makkelijke voertuig. Eigenlijk het nieuwe broek even. Want eigenlijk is dit wel een mooie nummer drie. Aan de ene kant ook wel weer niet. Kijk, dit is gewoon een verstoppelijk. Dit is de verstoppelijk daar. Let op, hier sta je dan. Heb je daar een groene knop? Daar. Hallo, werk is groene knop. Doet hij het nog? Ja, hij doet het. Dan heb je hier achter gewoon letterlijk een ladder. En dan kan ik hier gewoon, probeer ik zelf mijn nog eens produceren. Ja, het kan gewoon nog. En dat werkt alleen niet. Oh nee, dat werkt toch wel. Nou, leuk ga Ja, nou gaan we het even serieus, serieus doen. Nou gaan, Waarom we... blijf ik hier. Ik ging toch naar beneden. Ook, oh, oh de, de muur is weer dicht gegaan. Oh we zijn weer weg. Nou gaan we naar mijn nummer 2. En deze is. Uh, nee, we pakken de fiets erbij. Nou, mogen we wel even de kleur naar uh, groen veranderen? Veel mooier. Nee, jongens, als je bij uh, Elmies bent, dan moet je ook wel van de kleur groen houden, vind ik. Waarom schiet hij met wapens? Maar goed. Uh, ja, we gaan naar het tankstation. Want daar zit toch wel een heel vet geheimpje. Ja, nou, dit is waarschijnlijk gewoon een korte video, maar dat boeit me niet. Goed, maar wat ik wou zeggen. Hier zit gewoon naar. Een... Ja, jongens, hier zo. Nee, laat. Laat maar in. We doen even de lichten aan. Wauw, wat een geheime basis. Vet. Maar goed, wat doen we nou? Kijk, want als hij hier nog eens daar gaat, ga je nog gewoon eens achter de geheime basis. Wat? is dit? Dit is gewoon een geheim in een geheim. Ik vind dit toch wel. Ik denk dat ik dit het uh, beste geheim vind. Tot. Uh, nee, dit is niet het beste geheim. We moeten ons even kleiner maken om hier doorheen te kunnen. En dan maken we ons weer gewoon onze normale grote. Ja, waar is de uitgang? Ja, daar staat. Goed, dan gaan we nu toch wel naar het beste geheim, vind ik, in heel Brookhaven. Dan mag ik mijn fietser weer bijpakken. Ja, die is ook weer gelijk goed. Dan uh, ben ik gelukkig. Ja, want eigenlijk... Ja, dit is toch wel even uh, een... Kijk. Als je een hotelkamer boekt, is die normaal gewoon wit. Lekker saai wit. Uuh, ik aan wit. Maar, wat als ik je vertel dat je het hotelkamer nog... Veel enger kan maken. Geloof je me niet? Nou goed, we fietsen. Ja, ik weet niet of dit, ge dit geheim is er negen van de tien keer niet. Ja, kijk, hij is er dus niet. Waar is het boek gebleven? Nou, ik ga even een andere server doen en kijken of die er dan wel is. Nou, het, is, het boek is er weer niet. Maar wat ik dus wil zeggen is, als je dat boek <coughs> pakt. En dan naar de. Bier, en daarna naartoe gaat, ja. Dan komt je een geheime kamer. Maar goed, omdat die niet werkt, ga ik dan nog een ander geheim proberen te vinden. En er is nog wel een ander vet geheim. Denk ik. Ik weet niet of het geheim is. Maar goed. Kijk, um, het geheim. Je hebt natuurlijk hier je inventory kan je allemaal spullen pakken. Maar wat als ik je vertel dat er één ding is deze. Want als je die hebt, dan heb je nog meer spullen. Alleen het grappig is aan deze spullen is die werken gewoon allemaal niet. Nee, dat is gewoon moeilijk te plaatsen sommige. Maar goed, we gaan naar het vliegveld. Dat was trouwens ook, wel te ga dat was trouwens ook te gaan. Maar hier is ook een geheim. Zeggen ze. Ik weet niet of die waar is. Ja, in het vliegtuig is een geheim. We gaan naar het toilet. Is dit het uh, toilet? Ja. Dun, dun, dun. Ja, hier ook gewoon. Maar goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Terwijl ik ga een paar vliegen naar beneden. Zeg ik niets minder dan. Letter, alligator. Ciao.